En ja hoor, gisteren zit hij hier en zegt hij tegen mij, dit is mijn toernooi, ik ga hem winnen. En wie zit er zo direct aan de finale tafel? Rolf Slotboom. Ja, wie gaat er straks met het bord vandoor? Rolf Slotboom. Dan moet ik bestek voor je regelen, had ik beloofd. Ja, en je weet wat ik gezegd had, hè? Het moet goed bestek. Goed bestek, goede kwaliteit, geen rommel. Niet eventjes van bijenkorfje of zo, goede kwaliteit, hè? Ja, en ik heb het je beloofd, dus mocht je hem halen, zit ik hier morgen met een bestek voor je. Oké, dat klinkt goed, jongen. Maar goed, het was een zware dag, hè? Ik heb echt top gespeeld. Wel twee keer in cruciale post ook het fortuin aan mijn zijde gehad, dat moet eerlijk zijn. Eén keer handje waar ik wel een mooie move maakte. Tegenstander las op een hand die hij eigenlijk zou moeten weggooien tegen mijn move. Aangezien hij wel respect voor mij behoort te hebben, gezien mijn strakke spel. Na twee minuten tijd gooide hij het er toch in met eigenlijk een zwakke hand, maar die toch beter was dan de mijne. Ik had wel een super draw, maakte die draw gelukkig. En daarna heb ik nog een keertje wel ook een andere keer nog een klein beetje fortuin gehad. Toen had ik zelf wederom eigenlijk een erg goede draw. Ik checkcallde met een 12 kaart straight draw. En ik had nog genoeg over voor net één potbet op de turn. Dat was mijn plan, flat call op de flop. En op de turn gewoon het erin schuiven. Ik kreeg daarbij ook nog een flush draw. Pushte alles erin om mijn tegenstander van 2 pair af te zetten. Maar hij had net top 3 paar gemaakt. Hij had top 2 pair, maar de overkaart maakte hem ook top 3 paar. Dus hij kon niet meer wegleggen. Maar ik had natuurlijk een mega draw. Zelfs met één kaart te komen. En ik hitte die draw. Dus de eerlijkheid gebied. Je moet altijd geluk hebben als je de finale behaalt. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ook in twee cruciale pots. Daar had ik gewoon eruit kunnen liggen. Want beide maar dat is altijd zo, toch? Ja, correct. En hoe sta je ervoor nu? Ik heb 122.000. Dus hoeveel sta je? Derde in chips. Ik neem het gemiddelde iets van 5 of 96.000 zal zijn ongeveer. Er zitten twee mensen boven me. Abel zit boven me met 161. En er zit een Duitser zit boven me die 167. Maar die ga ik gewoon allebei pakken. Ja, nee, dat heb je beloofd. En, geen enkel probleem. Bestek wordt gemaakt. Dankjewel. We gaan het zo direct zien. En ook voor jou de vraag. Heb je een speciaal liedje aangevraagd als je opkomt? Waarschijnlijk draai je Firestarter van Prodigy. Ga je een dansje doen? Ik hou helemaal niet van dansen, jongen. En jij komt ook zo serieus op. Abel ook al? Vorig jaar was mooi, hè? Bij de Master, weet je waarschijnlijk nog wel. Hij had Put Your Hands Up for Detroit. Dat was wel een mooi muziekje, maar daar heb ik eigenlijk niks mee. Firestarters, natuurlijk. Kom met een vuurspugend? Nou, het is meer zo van iemand die het vuurtje aansteekt. En ik ben wel iemand die het vuurtje aansteekt. Dus succes, we gaan het zo zien. Dankjewel. Rolf, en bestek wordt gemaakt.